Gooi alles van me af en giet me vol. Yes. Ik rijd niemand op deel 1 kant op. En dan zie ik zo meteen als ik de plaats kan doen voor thuis. En dan... Nee. Wat ik hem al doen. Hey gasten, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. En in deze video draai ik een dienstje als politie met de noodhulp in Fortis Roleplay. Echt en nee, ik ben u bezig voor basistraining. Ja, ik rij hier in deze Volkswagen T6. Nou, zet ik misschien wel misschien maar op mijn benen. Ik zal dan heel even mijn porto uitzetten. Zo. Nou, ik rij momenteel in deze T6 als noodhulp. En dan zie ik jullie bij de eerstvolgende melding of eventueel een staathouding of zo. Oké, ik krijg momenteel een melding dat er een persoon gewond is bij Blokkenparkbank. We gaan even kijken, het is hier om de hoek. Kijk wat er aan de hand is. 0732. Zo, maar 5 FTP. Er is niets op deze aarde. Hey. Hey, ik kreeg hier een melding dat er een persoon gewond zou zijn. Heeft hier iemand gezien? Wat? Dat er een persoon gewond zou zijn, heeft iemand gezien? Nee, ze zijn wel een paar pannenkoeken die net zijn gaan vechten, maar dat is alles. Oké, want ik krijg hier op deze locatie een melding dat er een persoon gewond is. Dus ik dacht ik... Nee, er is hier verder niks gebeurd hoor. Nee? Nee, denk ik niet. Hallo! Hallo. Ik zie hier een persoon die verkeerd staat. Die gaan we even afspreken. Dalene zegt dat ik zo bij me terugkom. Ja, ik zal dat even zeggen. Ik zal dat doorhouden, jongen. 2001. Collega? Zeg het eens. Ga jij deze voertuig behandelen die verkeerd geparkeerd staan? Ja, ik heb ze toch inbouw, maar ze blijven maar staan. Heb je ze een proces gebouw te geven? Nee, maar gewoon. 30 Kan ik weer verder gaan, dokter Jovan? Ja, ja. Hij werkt nog. Yep. Nou, oké, daar zou ik niet meer nodig. Vandaag, het wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven en alles kan en mag. Boom, boom, vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Wat ik hou van het leven. De 5500. Moet ik soms ook geven. Nou. We gaan nu even richting een persoon die mogelijk gewond is. En dan zie ik u als we ter plaatse zijn bij de melding. En wat ik daar zojuist hoorde, volgens mij blije burger, I don't know. Ik ben onderweg naar de melding, dus dan zie ik u zo meteen. Ter plaatse bij de persoon en ik zie hem niet. Dat is een kind of problem. Ja, waar zou die zijn? Of hij zou gewoon naar het ziekenhuis zijn? Dan ben ik hier voor niets gekomen. Of hij is ergens, maar geen idee. Weet je, dan zijn we maar weer staatszin en dan zie ik jullie bij hem. Ook hier een man gewond melding. Dus... En ik wil graag op je VM dus mijn PM ontvangen hoor. Ja, ik ga hem nu sturen. Oké, er zou mogelijk een persoon gewond zijn geraakt. We gaan even. Met spoed richting die melding toe. Dus even kijken hoor, we zijn er al bijna. Zo schiet. Dan moet hier alles goed ergens zijn en anders weet ik het ook niet meer. Ja. Wat is dit dan? Hallo, meneer? Hallo, is er iemand? Nee. Nee. Oké, dan gaan we weer voor niks gaan hoor. Maar laten we even kijken in die bosjes. Hè. Ik kan ook zo stop zijn in die bosjes. Even, schiet. Hoppa. Oranje aan. Dan even concluderen. Meneer, hallo. Nee, niet in de bosjes. Nee, daar ook niet. Nee. Nou ja, daar zijn we helaas. Dat is één.
Dan zie ik jullie bij een volgende melding of eventueel een staanhouding van een verdachte situatie. We hebben zojuist een 112 belletje gekregen dat er dus inderdaad een verdachte situatie is. Ik rij nu momenteel op PO 1 die kant op. En dan zie ik jullie zo meteen als ik ter plaatse ben. Oké, we zijn momenteel ter plaatse. De 55ste plaats over. Dit is mijn nummer AT. Ik zie helemaal niks. Zou ook zo zijn dat die wat aan het doen is. Ik ben nu even naar achteraan aan het checken. Hoor ik. En dan zo. Nee. God. Stop. Eens even kijken hoor. Even op het dak van het dienstvoertuig. En dan. Nee. Man, wat kan ik wel allemaal doen? Even checken. Langs om het huis. Op het dak. Let's get in. Hallo, politie. Kijken of hier iemand is. Nope. Oh, dat vind ik alsnog. Dan zie ik helaas niemand. Nou. Zullen we dan maar even naar die auto die we allemaal gaan? Ik denk het wel. Weet je, we gaan er naartoe. Daar zijn heel ver is. Dus even kijken. Nee, fuck me. Oké, let's go. Dan zoek ik als op de PC bij de auto toestel. Oké, goed, we zijn momenteel op de plaatsen. Eens even kijken hoor. Of we het voertuig kunnen vinden. Hij moest hier ergens zijn in de garage. Zie je om de hoekie? Nee. Nou, ik zie geen voertuig hier helaas. Waarschijnlijk is die snel wegkomen. Gewoon over de heel dit gebied uitkomen. Hij heeft onderweg naar laatste woning, verdachte situatie over. Oké, we zijn onderweg naar de laatste woning. We hebben helaas niks gevonden. Oké, goed, we zijn momenteel ter plaatse. En wederom zien wij weer niks. Die mensen die zijn snel vandaag. Eens even kijken hoor. Een steegje. Nee. Helaas, de 55 staat zeer over. Nou, we zijn weer staat en dan gaan we weer ons dienstje vervolgen en nog een paar meldingen doen. En dan is het weer denk ik einde dienst. Dus ik zie jullie zo meteen bij de staanhouding of eventueel een achtervolg. 3650. Ja, herhaal bericht. Ik zie hier twee voertuigen. Ik ga deze even weghalen. Zo, en dan... Beam. En deze ook. Hartstikke idee. Oef, oh. Ons even. Oef, nee, oef. Oh, nul. Zo, oef. Nou, die twee voertuigen zijn schoongemaakt. Waarschijnlijk zijn de collega's die zijn overvallen. Ik weet het niet zeker. Dus ik zie nu weer als we een melding hebben of eventueel een staanhouding. Tot zo. We hebben momenteel een melding van een man gewond. Dit zal ook wederom de laatste melding zijn. Volgens mij heb ik een beetje de muur geraakt. Ik zie jullie als we ter plaatse zijn. Oké, goed, we zijn ter plaatse bij de melding. En hij is al afgevoerd. Top. Nou, weet je, dit zal wederom ook mijn laatste melding zijn. En ik kan wederom weer niet rijden. Maar dit zal mijn laatste melding zijn. Dus ik ga denk ik maar hier even de outro doen. Dus even kijken hoor. Oké, goed, vond je deze eerste solo dienstje nou leuk? Vergeet als ik een geblaad op je mogen geven. Vergeet je gewoon niet te abonneren op deze YouTube kanaal. En dan druk dat belletje zeker. Want we moeten nog 10 abonnees voor de 530. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.